Komt u rustig naar voren, daar is nog ruimte. Hier is nog ruimte, ja. Goedemiddag, dames en heren. U bent op tijd, dus laten we ook zo veel mogelijk op tijd beginnen. En dat is nu. Welkom op deze bijeenkomst waarop de WER zijn rapport Publieke Zaken in de Marktsamenleving zal presenteren. Hoe is het de afgelopen decennia gegaan wat betreft de verhouding tussen het behartigen van publieke belangen en de ontwikkeling van de markten? En wat leren we daarvan voor de toekomst? En wat de WER betreft ook voor de toekomst op de langere termijn. Daarover zal WER-lid professor Gerard de Vries straks de bevindingen en de visie en de aanbevelingen van de WER over presenteren. Daarop volgend zou het rapport overhandigd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Spies. Zij is te 11e uur geroepen naar de Kamer, door de Kamer. En u weet dat in een parlementaire democratie daar dan niet tegen op te bieden is, ook niet door de WER. We zijn heel blij dat de secretaris-generaal, mevrouw Roos van Erp, zich heeft vrijgemaakt om het rapport in ontvangst te nemen en ook namens de minister te reageren. Vervolgens zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan de projectgroep. Die zal dan hier straks plaatsnemen, het team van professor De Vries en natuurlijk professor De Vries zelf. Na de discussie, dat zou zo ongeveer 3 uur kunnen worden, ligt er ook voor u allen een exemplaar van het rapport klaar. En er is ook na de hand uiteraard gelegenheid om 1-op-1 gesprekken te voeren met professor De Vries. Gerard De Vries. Mevrouw van Erp, dames en heren. In de afgelopen decennia heeft zich een ingrijpende verschuiving van maatschappelijke verhoudingen voltrokken. Op veel terreinen zijn nieuwe verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving ontstaan. En overheidsbeleid dat zich richt op het bevorderen van marktwerking heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen de verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Ook binnen elk van deze domeinen hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan. Voor veel productie en dienstverlening is georganiseerd geraakt in netwerken die soms continenten omspannen. De overheid heeft zich verzakelijkt en de burger wordt steeds vaker aangesproken als consument. Hoewel markten van alle tijden zijn, kunnen we vanwege de toegenomen rol van marktwerking en de gevolgen die dit op allerlei maatschappelijke gebieden heeft gehad, de huidige samenleving wel als een marktsamenleving karakteriseren. In publieke zaken in de marktsamenleving, het advies aan de regering dat de WER vandaag uitbrengt, analyseert de Raad om te beginnen deze ontwikkelingen. In de tweede plaats bespreekt de Raad de consequenties die zij hebben voor de positie van de overheid en de behartiging van publieke belangen. De WER concludeert daarbij dat de rol over de rol van de overheid nu eerder gesproken moet worden in termen wat ze nog kan doen dan in plaats van wat ze moet doen. In de derde plaats gaat de WER in op de vraag waar en hoe verantwoordelijkheden voor zaken van publiek belang kunnen worden belegd als de overheid door de omstandigheden gedwongen of om politieke redenen het laat afweten. Ik loop in mijn presentatie deze punten kort langs. Het marktwerkingsbeleid kon lange tijd op brede steun rekenen. In de afgelopen jaren en zeker na de financiële crisis heeft het meer twijfel opgeroepen. Waar zulke twijfel ontstaat, mag meer overheid het voor de hand liggende antwoord lijken. Wie zijn kaarten daarop zet, komt echt voor de vraag te staan of de overheid nog wel in staat is om de gewekte verwachtingen in te lossen. Die vraag moet beantwoord worden tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hun beslag hebben genomen en de rol van de overheid daarbij. Om daar nader inzicht in te krijgen is voor dit advies gebruik gemaakt van analyses van een aantal beleidsterreinen
namelijk de zieken- en gezondheidszorg, diensten ter bevordering van de gezondheid van werknemers, reïntegratiediensten, securitisatie van hypotheken, certificering van halalproducten, CO2-emissierechten en de telecom. Een zeer gevarieerd aanbod, mogen we wel zeggen. De WER heeft niet de uitkomsten van beleidsoperaties geëvalueerd, maar zich gericht op de problemen waar beleidsmakers voor stonden bij het vormgeven van beleid. Zij hadden een dubbele taak. Ze moesten marktwerking introduceren, dan wel bevorderen. En in de tweede plaats, ze moesten ervoor zorgen dat ook in de nieuwe situatie publieke belangen afdoende werden behartigd. De analyses die gemaakt zijn brengen aan het licht dat het vormgeven van markten aanzienlijk moeilijker bleek dan aanvankelijk werd gedacht, zowel door politici als door degenen die hen vanuit de wetenschap adviseerden. Door het grote aantal partijen dat bij marktwerking betrokken is en de lengte van de ketens waarin bedrijvigheid is georganiseerd, werden beleidsmakers keer op keer geconfronteerd met een zeer onoverzichtelijke situaties. Markten kennen bovendien een grote mate van dynamiek. Die bewonderwaardige eigenschap van markten heeft echter ook een schaduwkant, onzekerheid. Wie over marktwerkingsbeleid denkt in termen van operaties met een begin waarin heldere doelen kunnen worden gesteld en met een voorzienbaar eind waarin die doelen zullen zijn gerealiseerd, koestert een illusie. Het feitelijke beleid blijkt dan ook keer op keer te moeten worden bijgesteld. Ook in die sectoren die algemeen beoordeeld worden als een succesvol. De mogelijkheden om marktwerking te plannen zijn in het verleden stelselmatig onderschat, zo concludeert de WER. Ex-ante analyses die de SER onder meer heeft aanbevolen en die bij de beleidsvoorbereiding ook in het verleden zijn ingezet, kunnen helpen om de nieuwe omgeving voorzichtig af te tasten, maar ze bieden geen solide uitzicht op ontwikkelingen die zich zeker op wat langere termijn op en rond markten voordoen. Zulke analyses leveren geen verrekijker, maar hooguit een blinde stok. De primaire rol van politiek en overheid, het behartigen of op zijn minst borgen van publieke belangen, stuit in een marktsamenleving op structurele beperkingen. Die rol is dan ook aan herijking toe. Want al zijn er op onderdelen uiteraard aanpassingen mogelijk, realisme eist te accepteren dat de marktsamenleving een gegeven is. De samenleving kent geen resetknop. Dus moet opnieuw worden nagedacht over de rol van de overheid. Er moet ook het begrip publiek belang, dat in de lange traditie van denken met de overheid is verbonden geraakt, nader worden onderzocht. Daarmee kom ik op het tweede aspect van het vandaag uitgebrachte advies. Aan het marktwerkingsbeleid lag de overweging ten grondslag dat als het op de productie en allocatie van goederen en diensten aankomt, markten beter presteren dan de overheid. Daarom moest er meer ruimte komen voor de markt. Als het op publieke belangen aankomt, is het denken echter achter dat beleid echter nog opmerkelijk overheidscentrisch. Dan wordt er van uitgegaan dat het uitsluitend regering en parlement zijn die kunnen vaststellen of er sprake is van een publiek belang en hoe dat belang behartigd zou moeten worden. Publieke belangen komen echter niet uit de hemel vallen. Ze zijn doorgaans de uitkomst van debatten in de samenleving naar aanleiding van incidenten, verzet of waarschuwingen die vanuit de wetenschap zijn geuit. Over publieke belangen moet dan ook niet louter in termen van politieke besluiten, maar in termen van politieke processen worden gedacht. Publieke belangen moeten worden gesignaleerd, gearticuleerd, afgewogen en uiteindelijk behartigd worden. Daarbij kunnen zeer uiteenlopende argumenten in het geding zijn van zowel politieke, morele als ook van wetenschappelijke aard. Voor het goed verlopen van dit politieke proces moeten in de samenleving de nodige kwaliteiten aanwezig zijn en niet alleen bij politiek en overheid. Het signaleren van zaken van publiek belang vereist beschikbaarheid van publieke informatie en ruimte voor kritiek. Articuleren vraagt om pluralisme, onafhankelijkheid van oordeelsvorming en zorgvuldigheid. Het afwegen van belangen vereist transparantie, proportionele conflictbeslechting en verantwoording.
Het daadwerkelijk behartigen van publieke belangen vraagt om discipline, publieke verantwoording en controle. Ten slotte verdient ook de legitimiteit aandacht als buiten de overheid om arrangementen tot stand te komen die beogen publieke belangen te dienen. Op basis van onderzoek waarvoor Ostrom in 2009 de Nobelprijs kreeg, heeft de WIRR deze in algemene termen geformuleerde eisen nader gespecificeerd. Ostrom onderzocht honderden gevallen waarin private partijen gezamenlijk voorzieningen ontwikkelden die het beheer van collectieve goederen mogelijk maakten. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van gemeenschappelijke weidegronden, maar ook van veiligheid in de stad, het klimaat en open source software. De instituties die daarvoor nodig zijn, zowel de traditionele coöperatie, maar ook allerlei nieuwe bestuursvormen en de leerprocessen waarin zij tot stand kwamen, zijn door Ostrom in haar werk geanalyseerd. Haar onderzoek toont dat zaken van publiek belang ook buiten de overheid om adequaat en langdurig behartigd kunnen worden, mits de juiste instituties aanwezig zijn, de overheid daarvoor de nodige ruimte schept en de legitimiteit van die voorzieningen de nodige aandacht krijgt. Vanuit het denken over marktwerking staat samenwerking tussen private partijen onderling in een kwade reuk. De concurrentie zou erdoor geschaad worden en daarmee de voornaamste kwaliteit van de markt haar doelmatigheid. Niet elke vorm van samenwerking hoeft echter benaderd te worden als een potentieel kartel. Het komt erop aan de voorwaarden te formuleren waaronder samenwerking tussen bedrijven zich effectief en legitiem kan richten op het signaleren, articuleren, afwegen en behartigen van publieke belangen. Waaraan die voorwaarden is voldaan, kan de overheid terugtreden, niet om ruimte te maken voor de markt, maar om ruimte te maken voor partijen die naast het behartigen van hun eigen belangen ook verantwoordelijkheid nemen voor zaken van publiek belang. De overheid heeft en houdt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ordening. Die verantwoordelijkheid komt in een democratische samenleving geen enkele andere maatschappelijke partij toe. Maar ordenen is een werkwoord. In een marktsamenleving kan dat werk niet meer alleen door de overheid worden verzet. De huidige samenleving is in veel opzichten een complex systeem dat zich maar in beperkte mate hiërarchisch vanuit overheden laat besturen. Dat brengt een andere rol voor de overheid en een andere houding tegenover de overheid met zich mee. Dat brengt mij tot het derde thema. De rol van de overheid is aan herijking toe. De WRR adviseert de overheid niet te zien als een regisseur die aanwijzingen geeft, maar om in toneeltermen te blijven spreken als een producent. Haar taak is te bevorderen dat in de samenleving de voor het behartigen van publieke zaken benodigde kwaliteiten aanwezig zijn. Soms zal ze die zelf verwerven en moeten verwerven. In andere gevallen zullen andere maatschappelijke partijen dat moeten doen, marktpartijen in kluis. Ook in de marktsamenleving zullen publieke belangen behartigd moeten worden. De overheid kan er echter met structurele beperkingen op het terrein van haar informatie, normerings- en sturingsmogelijkheden. Daarom ligt er voor marktpartijen een opdracht en liggen er nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en privacy in de tijd van het internet. Dat burgerschap met rechten en plichten komt, is geen nieuws. De WRR stelt dat het echter ook voor ondernemerschap geldt. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen dient tot uitdrukking te komen in hun strategie en beleid, in hun gedrag en in de netwerken waarin zij opereren. De WRR adviseert de overheid veel actiever te bevorderen dat ook ondernemingen, afzonderlijk of georganiseerd in bijvoorbeeld brancheorganisaties en ketens, verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, articuleren, afwegen en behartigen van publieke belangen. De overheid kan daarvoor van een breed repertoire van maatregelen gebruik maken. Maar om te beginnen dient de overheid, ook waar ze zelf niet de behartiging van publieke belangen ter hand kan nemen, het belang daarvan uitdrukkelijk uit te dragen. Dat impliceert ook de erkenning dat de legitimiteit van daarvoor gerichte bestuurlijke arrangementen niet uitsluitend hoeft te berusten op het fiat van regering en parlement. Er zal ruimte moeten komen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven,
gericht op het behartigen van publieke belangen en voorzien van de nodige checks en balances. Het advies wijst daarbij op allerlei aandachtspunten daarvoor. De WER wijst in dit verband op dat de code tabaksblad aanpassing behoeft. Daarin wordt nu geëist dat het bestuur van onderneming aandeelhouders inzicht geeft in de voor de onderneming relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het omgekeerde zal ook nodig zijn. De samenleving dient ook geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen binnen bedrijven die maatschappelijk relevant zijn. Brancheorganisaties, PBO's, professionele verenigingen en samenwerking binnen ketens kunnen een belangrijke rol spelen bij het nader gestalte geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Keurmerken en convenanten horen daarbij. Gedetailleerd publiek inzicht in ketens is nodig. Ook bedrijven zelf hebben overigens een belang bij het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar het onvoldoende gebeurt, zullen bedrijfssectoren reputatieschade oplopen en problemen ondervinden op de consumenten en op de kapitaalmarkt en bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Dames en heren, vragen over marktwerking zijn van de voorpagina's verdrongen door de schuldencrisis. Dat wil echter niet zeggen dat de discussie over marktwerking achter ons ligt. Privatisering blijft een aantrekkelijk perspectief voor overheden met begrotingsproblemen. Vragen hoe zaken van publiek belang behartigd worden als de overheid het moet laten afweten of daar wel bewust voor kiest, zijn dan ook nog steeds relevant. In het vandaag uitgebrachte advies betoogt de WER dat deze vragen de kaders van het staande marktwerkingsbeleid overstijgen. De uitdaging voor het maatschappelijk ordeningsbeleid bestaat erin de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak opnieuw in te vullen. Daarvoor moet de betrokkenheid van de samenleving worden vergroot en de maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven worden ingevuld en versterkt. Daarop richt zich het nu uitgebrachte advies dat ik aan mevrouw Van Erp mag aanbieden. Voorzitter, als ik zo vrij mag zijn, meneer De Vries, dames en heren. De voorzitter zei het al, minister Spies laat zich verontschuldigen. Ze was hier graag geweest, ze vindt het een interessant onderwerp en ze had graag zelf haar toespraak uitgesproken. Maar de Kamer heeft haar gevraagd en het werd al toegelicht, dat gaat altijd voor. Ik neem graag haar toespraak over. En bedenkt u zich daar waar ik zeg, dat u een stralende minister Spies voor u ziet. Want ik realiseer me dat ik buitengewoon attent welkom ben geheten door de voorzitter. Maar dat ik natuurlijk ook een beetje de teleurstelling van de dag ben, omdat de minister er niet is. Dus denkt u dat erbij. Denkt u er ook bij dat ik het onderwerp extra interessant vind, omdat ik directeur ben geweest van een openbaar vervoerbedrijf in een periode waarop dat bedrijf en geprivatiseerd werd en de markt openging en we moesten offereren op ons eigen werk. En dat valt allemaal niet mee. Dus het onderwerp komt ook wel erg dicht aan tegen waar mijn persoonlijke ervaring ligt. Ik spreek dus graag de toespraak van de minister uit, maar heb daar voor mezelf nog wel wat extra beelden bij. En dat maakt het extra bijzonder om hier te staan. Dames en heren, dank allereerst voor dit rapport dat een belangwekkend en actueel thema als onderwerp heeft. Hoe om te gaan met de verschoven verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving. Een thema dat erg in de belangstelling staat.
Als wij bijvoorbeeld kijken naar het parlementaire onderzoek naar de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsdiensten. In die verhoudingen hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voltrokken. Daarom is het goed dat een belangrijk adviesorgaan als de WRR zich over deze kwestie heeft gebogen en daar behartenswaardige dingen over te melden heeft. Ik wil op mijn beurt graag een paar dingen over het onderwerp tegen u zeggen. Maar daarbij beperk ik me wel tot een aantal meer algemene opmerkingen die betrekking hebben op mijn eigen beleidsterrein. Later dit jaar volgt de schriftelijke kabinetsreactie. In het rapport van de WRR staat de maatschappelijke ordening, oftewel de rolverdeling tussen overheid, markt en samenleving, centraal. Op een aantal terreinen ziet die rolverdeling er heel anders uit dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening. De overheid trok zich daar deels terug. Zo ontstonden er markten waarin de overheid de rol aannam van bijvoorbeeld toezichthouder, regelgever of aandeelhouder. Door die verschuivingen naar meer ruimte voor de markt leek het soms of het alleen maar ging om de keuze, overheid of markt. Het accent verschoof ook door de jaren heen. Het sterke van het WRR-rapport vind ik dat erin ook de publieke belang een prominente plaats heeft gekregen. Want verschuivingen in de maatschappelijke ordening hebben een grote invloed op de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van beschikbaarheid en kwaliteit van diensten en de prijzen die consumenten daarvoor betalen. De verschuivingen pakken in vele gevallen overigens tamelijk goed uit. Neem de telecomsector. Hoewel hier wel discussie over zal blijven, is hier nu een gereguleerde markt met goed toezicht. En daar profiteren zowel consumenten als bedrijven van, in de vorm van meer aanbod en lagere prijzen. Hetzelfde geldt voor de energievoorziening en de luchtvaart. Maar het pakte ook wel eens minder goed uit, met ongewenste ontwikkelingen voor samenleving als gevolg. Marktwerking en schaalvergroting leken soms synoniem aan elkaar. Die ontwikkeling heeft de nodige vragen opgeroepen, omdat het niet altijd even gelukkig uitpakt. Zie bijvoorbeeld de recente problemen met de Amarantus onderwijsgroep. Door te veel vrijheid en te weinig toezicht ging het ook mis in de financiële sector. Daar werden risico's nemen aangemoedigd en hoog beloond. Winsten gingen naar eigenaren en de werknemers van die financiële instellingen. Maar toen het misging, moest de overheid en dus de belastingbetaler bijspringen. De WRR stelt daarom terecht dat als de rolverdeling tussen markt, overheid en samenleving verandert, er meer oog moet zijn voor de behartiging van het publieke belang. De overheid speelt daarin een belangrijke rol. Waar burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten, zegt de WRR, hierin net zo goed hun verantwoordelijkheid nemen. Daar ben ik het van harte mee eens. Want de filosofie van dit kabinet is: wij dragen als overheid, bedrijven en burgers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor onze samenleving. Een samenleving waaraan wij allemaal ons steentje bijdragen. De overheid moet doen waar het goed in is. Dienstbaar zijn en excelleren in kwaliteit. Maar diezelfde overheid heeft niet meer het primaat als het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid voor het reilen en het zeilen in onze samenleving. Het is niet meer van deze tijd dat je als inwoner van dit land maar hoeft te kikken en de een of andere overheidsinstantie lost jouw problemen op. De overheid moet juist aansluiten bij wat er in de samenleving gebeurt, in plaats van mensen en organisaties te vragen aan te sluiten bij wat de overheid wil. De WRR zegt in feite hetzelfde, alleen in andere bewoordingen. Ik citeer: hedendaagse vraagstukken over maatschappelijke ordening moeten eerder worden benaderd vanuit de vraag wat de overheid kan doen, in plaats vanuit de vraag wat de overheid moet doen. Einde citaat. Dat impliceert dat de overheid initiatieven vanuit de samenleving de ruimte moet geven, zoals ook door de WRR opgemerkt.
Dit is ook precies waar dit kabinet naartoe wil. Meer vertrouwen op de kracht en de zelfredzaamheid van mensen. Meer uitgaan van de dynamiek in de maatschappij. En meer ruimte scheppen voor maatschappelijke initiatieven. En dan moeten we ook opletten dat er geen grijs gebied ontstaat. En daarmee bedoel ik een overheid die niet meer over iets gaat en zich er wel op aan laat spreken. Voor dit kabinet telt het resultaat en niet het ideologische gelijk. Het resultaat in die zin dat het belang van burgers en bedrijven als consument en als belastingbetaler voorop staat en dus niet het beschermen van de gevestigde belangen. Als een andere rolverdeling tussen markt en overheid voor de toekomst positieve uitkomsten voor de samenleving heeft, maar op korte termijn misschien nadelige gevolgen heeft voor direct betrokkenen, dan is de kwestie niet of de maatregel genomen moet worden, maar hoe. Andere rollen en taakverdelingen kunnen gepaard gaan met gevolgen, ook nadelige gevolgen voor werknemers, zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven. Met dergelijke effecten moeten we zeker zoveel mogelijk rekening houden. Maar korte termijn gevolgen mogen geen belemmering vormen voor maatregelen die tot een fundamenteel betere oplossing voor burgers en bedrijven leiden. En laten we hierbij vooral ook aan de vermindering van administratieve lasten blijven denken. De rolverdeling tussen overheid, markt en samenleving is dus aan verandering onderhevig. Omdat die verandering gevolgen hebben voor de inwoners van dit land, moeten de effecten daarvan van tevoren zo goed mogelijk in kaart gebracht worden. Bijvoorbeeld via beleidstoetsen. Al vormt dit zeker geen wondermiddel, zoals de WRR ook constateert. Want daarvoor is de werkelijkheid te dynamisch en te complex. Juist daarom is aandacht voor het proces rond het waarborgen van het publieke belang belangrijk. Zijn de juiste partijen daarbij betrokken? Heeft de toezichthouder wel de juiste competenties en bevoegdheden? Mijn inziens terecht dat de WRR daar expliciet aandacht voor vraagt. De WRR doet in haar rapport verder een aantal interessante aanbevelingen die de overheid helpen beoordelen of het publieke belang wel voldoende wordt behartigd. Zoals zorg voor transparante en toegankelijke procedures bij conflictbeslechting. En zorg voor heldere en voor het publiek begrijpelijke informatie en verantwoording. Ik kan mij in het algemeen dan ook in de grote lijn vinden in de voorstellen die de WRR doet. Deze sluit aan bij mijn visie. Namelijk dat de overheid zich zoveel mogelijk moet concentreren op de dingen die ze echt moet doen. Daarmee creëert ze ruimte voor de markt en voor de samenleving. In de kabinetsreactie zal het kabinet uitgebreid ingaan op het rapport. Graag wil ik de samenwerkers van het rapport Publieke Zaken in de Marktsamenwerking heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit vraagstuk. En ik dank u allemaal voor uw aandacht. Dank u wel. Is een beetje hoog af. Ja, dames en heren, de secretaris-generaal heeft de maximale rek die ze heeft weten aan te brengen in haar agenda opgebruikt. Dus ik vervolg nu het drukke dagschema. Inmiddels nodig ik de teamleden onder leiding van professor De Vries uit om plaats te nemen achter de tafel. Professor De Vries. Naast professor De Vries zit dokter Huub Dijsterbloem. Hij is projectcoördinator. En aan weerszijde, rechts respectievelijk links, de projectleden Bart Stellinga en Erik Stam. En Erik Schrijvers, die ook een hoofdrol heeft vervuld in de, het runnen van het project en het maken van het rapport, zit op de eerste rij. Dan heeft u de totale projectgroep.
hier in beeld. Het rapport en de presentatie van professor De Vries zijn open voor reacties, vragen. Wie mag ik het woord geven om een vraag of een reactie te geven? Ja, professor Boot. Dat is wel fout, je moet mensen nooit de microfoon geven. Praat ze veel te lang. Geert, buitengewoon interessant advies, wat we natuurlijk nog niet van voor naar achter hebben kunnen lezen, want het is niet uitgereikt. Dus ik ben alleen in verschillende interacties, heb ik stukken gezien. Het is een geweldig politiek beladen onderwerp. En we hebben jouw presentatie gezien en we hebben de reactie van de minister gezien. Als ik het even vertaal naar de financiële sector, en ik denk dat het misschien ook de gelegenheid biedt om het rapport in het juiste daglicht te plaatsen. De opmerking werd gemaakt van de overheid moet uitgaan van de dynamiek in de maatschappij. Ik denk dat de maatschappij de financiële crisis mogelijk heeft gemaakt. Ik denk dat de maatschappij het afbreken van regelgeving mogelijk heeft gemaakt. Ik denk dat het maatschappelijke keuzes waren die de financiële sector hebben doen ontsporen. Mijn vraag dan is, hoe moet ik het advies lezen? Dus eigenlijk ook, wat is jouw reactie op de reactie van de minister? Heel gevaarlijk natuurlijk. Waar moet de overheid zich manifesteren om zich tegen de waan van de dag te keren? In de eerste plaats zou ik de reactie van de minister niet als de waan van de dag voor mijn rekening willen nemen. Dus die... Nee, oké. Okay. Maar in ieder geval dat misverstand niet ontstaat. Eigenlijk twee dingen. Dus de reactie van de minister, daar wil ik wel iets over zeggen. En tweede vraag die je stelt is, met betrekking tot, ja, in zekere, of laat ik me zo vertalen, je kunt bedrijven niet vertrouwen, je kunt de overheid niet vertrouwen, maar je kunt de samenleving ook niet vertrouwen. Misschien is dat de korte samenvatting. In de eerste plaats de reactie van de minister. Daarin valt mij één aspect op, dat op zich de verandering van de rol van de samenleving, dat die door de minister wordt erkend en dat ze het daarmee eens is, dat verbaast me niet. Wat mij wel opvalt is dat dat vervolgens vooral vertaald wordt in termen van verantwoordelijkheden voor burgers. En hoe het bedrijf, als ik het goed gezien heb, komt één keer voor in de reactie. In het rapport wordt vooral de verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven naar voren geschoven. Om twee redenen. In de eerste plaats dat op een aantal publieke belangen overheden maar beperkte mogelijkheden hebben. En daar kom ik zo direct bij de financiële crisis. En de tweede, dat hetzelfde in zekere zin ook geldt voor heel veel publieke belangen waar dat ook burgers daar weinig greep op hebben. Om maar de twee voorbeelden blijven noemen die ik ook in mijn praatje net even gaf. Zowel met betrekking tot duurzaamheidskwesties als met betrekking tot privacyproblemen in de tijd van internet hebben nog de overheid veel greep op de zaak, nog individuele burgers. Dus daarom moet je kijken van, kan op de een of andere manier andere partijen en dan met name marktpartijen op dat punt meer verantwoordelijkheid nemen. Wat duurzaamheid betreft kun je constateren dat daar ook wel het nodige wordt gedaan. En dat bedrijfsleven op dat punt vooruitstrevender vaak is dan de overheden. Op het punt van privacy en internet valt er nog een wereld te winnen. En daar worden ook een paar voorbeelden genoemd in het rapport. Tweede wat je aanhaalt is de rol van de samenleving. Kijk, ik weet niet of het heel veel zin heeft om te gaan zwarte pieten wie nou precies schuld is aan de financiële crisis. Wat je denk ik kunt constateren is dat hoe dan ook de systeemrisico's en de verantwoordelijkheden daarvoor niet adequaat zijn belegd. En dat dat voor een deel komt omdat bedrijven toch te veel naar hun eigen risico's keken en niet meer
naar het systeem. Dat dat voor een belangrijk deel in zekere zin ook voor toezichthouders gold, die daarbij beperkt bleven zijn door nationale beperkingen. Dat voor individuele burgers je hooguit kunt zeggen, u heeft op de verkeerde partij gestemd, want de overheden hebben tot deregulering besloten, ook in deze sector. En wat vooral opvalt in die financiële sector, en dat geldt ook voor heel veel van de andere sectoren die we hebben bekeken, is de complete ondoorzichtigheid voor ieder die daarbij betrokken is. Er is geen overzicht. Dus er is niet één instantie waarvan je simpel zou kunnen zeggen, die heeft het overzicht en de mogelijkheden om echt op die systeemrisico's te letten. Dat vinden wij ook in een groot aantal andere gevallen, treffen we dat aan. En dus een groot deel van het probleem waar wij ons in het rapport over buigen, is gegeven het feit dat een marktsamenleving met de inherente eigenschappen die markten nu eenmaal hebben, een groot aantal partijen dat erbij betrokken is, de lengte van de ketens die vaak grensoverschrijdend is en die, ook als er dat niet is, vaak erg lang is. En tenslotte de dynamiek die markten met zich meebrengt en daarmee ook de onzekerheid. Dat in die situatie de vraag is, waar kunnen op de beste manier publieke belangen worden behartigd en belegd? Waar moet je zorgen dat ze op tijd worden gesignaleerd en op een adequate manier worden gearticuleerd? Waar wil je dat de belangenbehartiging wordt afgewogen tussen verschillende publieke belangen en tussen publieke belangen en private belangen? En wie moet uiteindelijk het werk doen als die publieke belangen moeten worden behartigd? Dat is het probleem waar het rapport zich over buigt. En in hele algemene termen kun je zeggen, daarvoor zijn nieuwe configuraties nodig waarin zowel overheid als samenleving als ook marktpartijen een rol zullen spelen. Hoe dat concreet met betrekking tot de financiële sector eruit zal zien, dat strekt zich ver buiten mijn competentie uit. Daar kun jij zelf beter over oordelen. Maar dat hier het probleem ligt, dat de onoverzichtelijkheid en de dynamiek een specifiek soort nieuw probleemsituatie, zowel voor de overheid als voor de samenleving, als voor marktpartijen met zich meebrengt, dat is in zekere zin de inzet op het rapport. Ik hoop dat je zo op je vraag adequaat hebt kunnen antwoorden. Dank, Gerard. Als andere teamleden nog aanvullingen hebben, spring rustig in. Ik kijk even naar de zaal. Zijn er andere vragen, commentaren? Ja, gaat uw gang. Misschien kunt u even zich voorstellen. Ja. Ja, mijn naam is Paul de Bijl, hoofd van de sector marktordening bij het CPB. Als ik probeer een link te leggen tussen de vraag van professor Boot en de bevinding in het rapport, zou je dan kunnen stellen dat, of zou je het rapport dan kunnen samenvatten wellicht, maar dat gaat misschien wat verder dan wat in het rapport te lezen, mogelijk te lezen is. Zou je dan kunnen zeggen dat aan de ene kant is er meer verantwoordelijkheid nodig bij de samenleving, de burger, de bedrijven en dergelijke. Maar om te zorgen dat er dan geen dingen misgaan, heb je misschien ook strengere regels nodig en betere handhaving. Zou je dat heel kort op de bocht zo kunnen stellen? In ieder geval wat duidelijk is, is dat zowel overheden nieuwe taken krijgt als bedrijven en de samenleving, hè, het georganiseerd particuliere initiatief. Of dat in termen van strenger, ik denk je andere type regelgeving nodig hebt, dat je andere type bestuursvormen nodig hebt, dat je op een aantal punten, hoewel ook daar natuurlijk de nodige haken en ogen aan zitten, ook privaat-publieke vormen van samenwerking nodig zult hebben. Dat de rol van ook brancheorganisaties bijvoorbeeld, die vanuit marktwerkingsdenken in zekere zin in een kwade reuk staan. Ja, omdat dat samenwerking zijn tussen private partijen die dezelfde belangen hebben en concurrentie misschien wel zouden willen verminderen, prijsafspraken maken, kartelsvormen, wat voor ellende kun je wel niet allemaal bedenken. Dat tegelijkertijd geldt dat voor een aantal van die branches bijvoorbeeld keurmerken, convenanten, samenwerking gericht op kennisontwikkeling en dat soort zaken, dat die
belangrijk zou kunnen bijdragen tot verbetering van de behartiging van een aantal van dat publieke belangen. In het verleden is dat ook al gedaan. De voedingssector is wat dat er gaat. De landbouw is een bekend voorbeeld van een sector. Het meest succesvolle vorm van industriebeleid ooit ontwikkeld in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar op dit ogenblik staat dat vanuit het marktwerkingsdenken in een kwade geur. Wat wij dus proberen te bekijken is, aan de ene kant, wij accepteren dat er een marktwerking is, dat er een marktsamenleving zit. Dit is geen anti-marktrapport, maar dit is een pro-publieke belangenrapport. Dat probeert van gegeven die omgeving, op welke manier kunnen dan toch publieke belangen op een adequate manier worden belegd. En met belegd bedoel ik niet alleen dat de politiek beslist en dat anderen het misschien uitvoeren, maar dat ook de andere marktpartijen, NGO's en andere maatschappelijke partijen een rol spelen bij het signaleren, articuleren en ook afwegen van die publieke belangen. Erik Stam. Ja, als ik er even mag inhaken en ook mag inhaken op de speech van minister Spies, die er dan wel niet was, maar wel haar inhoud hier over de bühne bracht. Het rapport is eigenlijk ook een herijking van de rol van instituties. En net was de boodschap van de regering moet zorgen voor minder regelgeving. Nou, dat is toch wel een heel makkelijke boodschap. En in die zin biedt ons rapport er toch een nieuw analytisch kader voor. Want juist als je nieuwe markten wil inrichten, opzetten, zoals bijvoorbeeld in het verleden met het opzetten van de CO2-markt, waar de overheid echt in de lead is. Het opzetten van een markt voor kinderopvang, waar de overheid ook in de lead was, die gestuurd was door een aantal heldere publieke belangen, maar waarbij het opzetten van de regels voor die markt echt enorm belangrijk is en ook geleerd moet worden wat voor regels er moeten worden ingesteld. En ook in interactie, niet alleen met de private partijen, de bedrijven die daar primair vooraan staan, maar ook de andere burgers, initiatieven, NGO's, die ook bepaalde publieke belangen vertegenwoordigen, die van belang zijn voor onze maatschappij als geheel. En ons rapport biedt juist de openheid voor de inbreng van al die verschillende actoren in het opzetten van de instituties. Die regels, nieuwe regels, die nodig zijn om markten goed te laten werken. Om niet alleen voor goede marktwerking, maar ook voor de publieke belangen die daarbij een rol spelen. En daarna wil ik eigenlijk nog wel een stapje verder gaan. Want als je zegt van ja, we moeten af van die regelgeving, dan zou ik zeggen van er zijn ook andere manieren om dat milieu- of klimaatprobleem op te lossen. Namelijk om burgers zelf het initiatief te geven om lokaal energie op te wekken. Renewable energy, dus hernieuwbare energie. In flats of buurten. En daar zie je juist dat de overheid, waar ze de macht heeft en de legitimiteit om de regels aan te passen, dat niet doet. En juist burgerinitiatief op het gebied van duurzame energie en kinderopvang door ouderparticipatie frustreert met haar regelgeving. Dus dat gaat jammer dat de minister weg is. Maar dan zou ik zeggen, als het dan echt zo belangrijk is om die regelgeving te verminderen of te veranderen, en om de burger haar rol te geven om initiatieven op te pakken voor publieke belangen, dan had u dat al gisteren kunnen doen. Er is nog huiswerk. Paul, dank. Andere vragen, reacties. Er is nog ruimte. Ja, gaat uw gang. Ik kom zo bij u. Ja? De eerste achteraan. Ik schrijf uw naam en rol. Amilcar Knops, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en ook van de TU Delft, waar ik me bezig hou met energieonderzoek. Ik heb nog niet kunnen lezen, maar het lijkt me buitengewoon boeiend. En ik was erg geïnteresseerd in uw opmerkingen dat het publieke belang, dat af moeten van het idee dat de overheid de enige is die dat bepaalt. Nou, dat is helemaal aan de lijn, denk ik, ook met wat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA altijd roept. Maar ik wil u toch een vraag voorleggen. Want een van de sectoren waar ik naar gekeken heb, is bijvoorbeeld de onderwijssector. En daar zie je dat vroeger hadden we eigenlijk helemaal geen regels. Voor de basisscholen stond bijna niet wat die moest doen. Dus eigenlijk wat de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs was, werd gewoon decentraal bepaald. Het publiek belang, wat is goed onderwijs, dat werd gewoon door die schoolbesturen in die scholen bepaald. Je ziet toch de neiging de afgelopen jaren dat we vinden dat als er ergens een incident is, dan moet Den Haag maar bepalen wat we wel en niet moeten doen. Dus het aantal regels is alleen maar toegenomen om centraal te bepalen van dit is het publiek belang. Goed onderwijs, zoveel uur, deze vakken, enzovoort, enzovoort. Terwijl je ook een heel andere visie kunt hebben, namelijk zeggen van laat die afweging maar decentraal plaatsvinden. Misschien op de ene school iets anders dan op de andere, maar per saldo hebben we een redelijk goed werkend systeem. Is dat laatste iets wat u met uw rapport adviseert? Of zegt u nee, uiteindelijk verwachten we toch dat die overheid zegt van dit willen we. In de eerste plaats zou ik willen opmerken dat de overheid bepaalt niet wat goed onderwijs is.
Dat wordt bepaald door ontwikkelingen in de samenleving, ook internationaal. Het kan niet zo zijn dat de overheid in Nederland beslist dat, weet ik wat, er een bepaalde manier van rekenen ideale is als de rest van de wereld denkt dat het heel anders moet. Dus wat dat er gaat, ben je ook als overheid afhankelijk van inhoudelijke ontwikkelingen elders. Wat de overheid wel natuurlijk kan doen, is zeker minimumstandaarden formuleren. Hoe gedetailleerd dat moet worden, dat lijkt mij een interessant punt van discussie. Dat er meer ruimte gegeven kan worden aan initiatieven vanuit de samenleving. Ik denk dat dat op zich in Nederland ook wel mogelijk is. Wat mij vergissing lijkt, is te denken dat dat marktwerking zou zijn. En dat dat concurrentie tussen scholen zou inhouden. En dus daar, gezien op het recente advies van de onderwijsraad, wat ik, althans in de krant wat ik daarvan heb gelezen. Oké. Woord is er nu. Gerrit Meester, lid van de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur. U noemde landbouw en voeding als een van de sectoren waar ten aanzien van duurzaamheid op het ogenblik behoorlijke vorderingen worden gemaakt. Ik heb die indruk ook. Wat ik daar in proef is dat daar toch een paar elementen dan naar voren komen. Dat is de eerste, is de vraag die u ook aan de orde stelde, is rondom kartelvorming of het opleggen van regels die meer collectief gelden, waarbij je een discussie krijgt over de mededingingswetgeving. Dat zou ik graag toch iets nader ook aan. Ik ben benieuwd wat u daarover in het rapport zegt. En het tweede wat speelt, en dan praat ik over de internationale context, is dat daar private standaarden zich aan het ontwikkelen zijn rondom een aantal duurzaamheidsfactoren. En daarin is voortdurend de discussie of dat dus wel aan de private sector ook internationaal overgelaten kan worden. Of dat dat dus veel meer bijvoorbeeld in WTO-verband zou moeten worden geregeld. Dus het gaat niet alleen in dat geval om nationale overheden, maar ook om internationale overheden. En ook internationaal de balans tussen publiek en privaat, hoe u daar tegenaan kijkt. Laat ik u op beide punten. Met betrekking tot mededinging staan er een aantal zaken in het rapport. In de eerste plaats dat op dit ogenblik de mededinging bijvoorbeeld bij de NMA specifiek gericht is op concurrentie en waarbij wij spreken het belang van de eindgebruiker, de consument, voorop staat. Wij denken dat een mededingingsautoriteit een bredere taak zou moeten hebben. En dat ook de afweging van andersoortige publieke belangen dan de laagste prijs plaats zou dienen te hebben. Dat betekent dat de mededingingsautoriteit een plek zal zijn waar ook afwegingen tussen verschillende publieke belangen zou kunnen plaatsvinden. En daarvoor moet je natuurlijk de kaders dan vervolgens schetsen. Tweede plek over mededinging is, mededingingsautoriteiten, gegeven hun functie, zitten vrij dicht op de markt en worden geacht dus ook kennis daarvan te hebben en zijn op wat dat er gaat ook in een positie waarin je zou mogen verwachten dat zij vroegtijdig nieuwe publieke belangen, potentiële publieke belangen zouden kunnen signaleren. Dus daar zit de vraag van wanneer is iets een samenwerking gericht op publieke belangen en wanneer spreek je van een kartel? Op die vraag kun je zeggen, precies op dat punt is het werk van Elinor Ostrom, wat wij uitgebreid gebruikt hebben, behulpzaam. Dat wil niet zeggen dat je daar een soort spoorboekje voor kunt ontwikkelen, maar je kunt wel een soort algemene eisen formuleren waaraan een samenwerkingsverband dat beoogt of claimt publieke belangen te behartigen zou moeten voldoen. En dat wordt nader uitgewerkt in het rapport. Tweede, wat in dat verband kan ik ook uw tweede kwestie wel beantwoorden met betrekking tot private standaarden.
Zeker in de voedingssector geldt dat er allerlei keurmerken zijn van niet altijd even duidelijke statuur. Sommige waarvan je zou, is de verdenking toch niet helemaal gek als je denkt dat het toch vooral reclamedoeleinden doen, dient voor een privaat belang. In andere gevallen is het wel te verdedigen dat er serieuze publieke belangen in het geding zijn. Ik denk dat gezien het soort voorwaarden die wij formuleren, dat je met betrekking tot private standaarden de eis kunt stellen dat op het moment dat geclaimd wordt dat hier publieke belangen worden behartigd, daar hoort ook een zekere uitleg aan. Bijvoorbeeld in het geval van voedingsstandaarden, dat je laat zien op basis waarvan die voedingsstandaarden zijn gemaakt, welke soort afwegingen daarbij gemaakt zijn, want die standaarden vatten allerlei overwegingen natuurlijk samen en daar moeten afwegingen worden gemaakt. Daar hoort dus een zekere vorm van transparantie bij, er hoort ook conflictbeslechting bij voor op het moment dat er, enzovoort. Dus in het rapport worden op basis van het werk van Ostrom, als waar een set algemene overwegingen, aandachtspunten noemen we dat, gegeven, waar je zegt van nou, op het moment dat niet de overheid, maar andere partijen publieke belangen beogen, claimen te behartigen, dan zou je de bestuurlijke arrangementen die daarbij horen aan die en die en die voorwaarden moeten voldoen. Dank. Ik kijk nog even rond. We hebben voorafgaand aan deze bespreking ook een interessante, wat kleinschalige gedachtenwisseling gehad met een aantal journalisten. Niettemin is het ook nu mogelijk dat u vanuit de journalistiek nog vragen stelt. En verder uiteraard ook alle anderen. We hebben nog 5 minuten. Gaat uw gang. Ja, mijn naam is Koos Visser. Ik ben lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar mijn vraag heeft daar niets mee te maken. Ik vroeg me, er zitten grote verschillen tussen de sectoren waar privatisering aangevangen is. En ik vroeg me af of u ook naar variabelen gekeken heeft die het voor sectoren makkelijker of moeilijker maken. Toen ik u de sectoren waar het succesvol was, de revue hoorde laten passeren, toen viel mij op dat sectoren waar buitenlandse partijen toegelaten worden, dat het daar kennelijk beter gaat. Dus wat zijn, maar dat is maar een voorbeeld, misschien een verkeerd voorbeeld. Maar wat maakt het nou makkelijker en wat maakt het moeilijker? Het is bijna textbook economie, zou ik zeggen. Maar die zeggen dat soms wel wat verder. Maar het meest voor de hand liggende is dat iets tot een goed gemaakt moet kunnen worden. En dat de kwaliteit duidelijk inzichtelijk moet zijn voor de producenten en consumenten. En dat is voor een ritje met het vliegtuig naar Londen gemakkelijker vaststellen dan voor vele zorgproducten. Dus in die zin, dat is een heel belangrijk criterium. Het feit dat er heel veel toetreders kunnen zijn, heel veel vragen, is ook een ander noodzakelijk element om die marktwerking goed te stand te laten komen. Dus dat zijn al twee vrij voorhand liggende factoren die eigenlijk bijna noodzakelijk zijn om marktwerking tot een maatschappelijk ideale uitkomst te laten leiden. En daar wordt bijna nooit volledig aan voldaan. Oké, dank je Erik. Gerrit, wil je dat nog aanvullen? Het grote verschil tussen product- en dienstenmarkten, waarbij vervolgens de vraag is dat er natuurlijk een grijs gebied zit tussen producten en diensten. Maar in het algemeen denk ik dat je kunt zeggen dat met betrekking tot productmarkten het makkelijker is dan dienstenmarkten. Voor de helderheid, uw vraag is geen onderdeel geweest van het onderzoek dat wij hebben verricht. Dus wij hebben niet als het ware een soort scoringstabel gemaakt van waar kun je verwachten dat zaken succesvol zijn en niet. En dit stelt me misschien ook in de gelegenheid om een ander. Wat wij ook niet hebben gedaan is succes en falen van marktwerkingsoperaties expliciet evalueren. Dat hebben anderen gedaan. Het probleem daarvan is dat dat soort onderzoek buitengewoon methodologisch lastig is. En in de tweede plaats vervolgens leidt dan ook tot allerlei nieuwe discussies. Dus de verschuiving die we hebben tot stand gebracht is zeg van nou, we gaan niet succes en falen
bestuderen van marktwerkingsoperaties. Wat we gaan bestuderen is hoeveel problemen leverde het introduceren van die operaties op. Wat voor soort problemen kwamen de beleidsmakers tegen? En dat is een iets ander perspectief. Hoeveel werk moesten ze verzetten? En is het redelijk om van hen te verwachten dat dat werk op een ordelijke manier en met succes kan worden afgerond? En dat is de vraag die wij ons hebben gesteld. We gaan langzamerhand naar afronding van de bijeenkomst. Ik wou nog ruimte geven voor één vraag of reactie. Zo die er is. Ja, gaat uw gang. Mijn naam is Gerard Snel, ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik heb me in het verleden bezig gehouden met de publieke belangen die in het geding waren bij de verzelfstandiging van het havenbedrijf Rotterdam. En marktwerking was daar één. Wat een groot probleem was, is uiteindelijk toch de informatieachterstand die klanten hadden ten opzichte van het havenbedrijf. Terwijl het havenbedrijf zegt dat is mijn concurrentiepositie. Dus hoe kun je aan markten overlaten waar zo'n informatieachterstand is en uiteindelijk ook voor de concurrentie heel erg belangrijk is? Hoe ga je daarmee om? Wat zijn daar sleutels, zeg maar, waar we aan kunnen draaien? Ja, op dat punt, het specifieke geval wat u noemt, daar kan ik niet iets over zeggen, omdat ik daar domweg de details niet van ken. En daar, maar in het algemeen kun je zeggen dat wij, lijkt mij even een situatie die ik wel goed overzie. Ook in de wetenschap is het zo dat wij wetenschappers onderling concurrenten zijn. En tegelijkertijd vind je daar allerlei vormen van samenwerking. Dus op zich is het niet onlogisch om naar instituties en vormen te zoeken waarin je zegt van oké, dat wil niet zeggen dat er volledige openbaar is. Hè. Iemand die met een onderzoek bezig is zal niet, terwijl hij met dat onderzoek bezig is, misschien alles aan de klok willen hangen. Tegelijkertijd geldt dat er vormen van samenwerking is, er wordt publiek gepubliceerd, noem maar op. Ik verwijs ook naar een stuk van een chirurg dat in de NRC van, als ik het wel heb, 14 dagen geleden stond. Waarin hij het geval beschreef waarin het kunstje wat in zijn ziekenhuis heel goed gedaan kon worden, hij van de directie van zijn ziekenhuis niet in staat werd gesteld om dat aan collega's te vertellen op een conferentie. Omdat dat de concurrentiepositie van het ziekenhuis in gevaar zou brengen. Want zij waren juist heel succesvol op een bepaald soort operaties. Nou, daarvan kun je zeggen van kijk, dat is concurrentie. Vanuit het concurrentiebeginsel heeft die directie van dat ziekenhuis gelijk. Vanuit het oogpunt van de zorg is het natuurlijk toch buitengewoon belangrijk dat chirurgen van elkaar leren. Dus de hele inzet hiervoor, en ik weet niet in hoeverre dat ook geldt voor het soort gevallen waar u op doelde, is dat je instituties moet vinden, moet ontwikkelen, moet leren hoe dat moet. He, dat is niet iets van achter de ontwerptafel. He, maar het zijn vaak in processen, als ik naar dat onderzoek van Elstom kijk, waarin dat geleerd moet worden hoe je dat moet doen. Waarin aan de ene kant de concurrentiemogelijkheden open blijven en de private belangen worden gerespecteerd. En tegelijkertijd onderkend wordt door ieder van die private partijen dat er ook een gemeenschappelijk belang is. En een publiek belang. En op dat punt is denk ik, bijvoorbeeld in de discussie over de concurrentie binnen de ziekenhuiswereld, het laatste woord nog niet gesproken. Op welke manier kunnen ziekenhuizen misschien om goede economische redenen wel concurreren, bijvoorbeeld in hun contracten met zorgverzekeraars, en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg op het professionele niveau op een normale manier door samenwerking van beroepsbeoefenaren tot stand blijven komen. Die verhouding is iets die, als ik dat bericht in de NRC van 14 dagen geleden laat, die is een beetje zoek, als dat waar is. Maar dat is niet iets waarvan je zegt van nou, met één pennenstreek is dat geregeld. Dit zijn processen van enige die
leerprocessen, ik heb er geen ander woord voor, die tijd kosten en waarin geëxperimenteerd moet worden. Dank. De WR heeft met het rapport en ook met deze gedachtenwisseling in beeld willen brengen dat de scope van het analyseren en behartigen van publieke belangen veel breder kan en moet worden gezien dan de rol van de overheid strekt. Overheid blijft van belang, maar veel andere spelers, bedrijfsleven, andere maatschappelijke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, kunnen daar ook veel van maken. En daar zijn ook nieuwe rolverdelingen, nieuwe competenties, nieuwe instrumenten bij van belang. En die worden in het rapport uitgebreid toegelicht. U kunt daar straks ook, of een deze dagen, hangt van de verdeling van uw leestijd af, voluit kennis van nemen. De rapporten liggen beneden voor u klaar. Als u de zaal verlaat, trap afgaat, dan komt u er vanzelf langs. U wordt ook uitgenodigd om even na te praten. Dat is tegenover deze gang. Dus de zaal recht hier tegenover. U kunt hem vanzelf zien als u de zaal verlaat. Er zijn mogelijkheden voor één op één nagesprekken, interviews met professor De Vries en zijn team. Die zijn aansluitend beschikbaar. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage aan deze bijeenkomst. En enkele van u wil ik ook bedanken voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het rapport. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan achtergrondstudies, beschikbaar te zijn voor interviews. Er zijn natuurlijk vele gesprekken gevoerd met deskundigen en spelers binnen de thematiek en het daarvoor relevante veld. En ook degene die onafhankelijke reviews hebben gepleegd van de teksten. Dank u allen zeer en wij treffen elkaar weer bij volgende gelegenheden. Dank u. Dank projectgroep, dank professor De Vries. APPLAUS